De 34-jarige Harriet Gargoski uit Moordrecht heeft afgelopen zaterdag 10 november haar eerste kinderboek gepresenteerd. Dat gebeurde in een volle boekhandel in Moordrecht. Het boekje heeft als titel Bengeltje heeft bananen in zijn oren. Tijdens de officiële presentatie van het boekje overhandigde ze het eerste exemplaar aan een vertegenwoordiger van de stichting Jarige Job. Een deel van de opbrengst van het boekje gaat naar deze stichting. Stichting Jarige Job maakt verjaardagen mogelijk van kinderen die hun verjaardag eigenlijk niet kunnen vieren omdat daar geen geld voor is. Toen ben ik voor Lucas verhaaltjes gaan tekenen en daarna verhaaltjes erbij gaan schrijven. En dat vond hij heel erg leuk. En ik ben dat ook op de sociale media ben ik dat gaan delen. Daar kreeg ik leuke reacties op. Uiteindelijk besloot ik om het op mijn eigen manier te gaan doen. Ik heb wat investeerders gezocht. Ik kwam bij uitgeverij Boekenschap terecht. En zij wilde mij helpen. Ik ben iemand die veel geeft aan goede doelen en ik doe zelf ook veel als vrijwilliger. Mama. Dus ik besloot, ik ga toch een deel van de opbrengst doneren aan een goed doel. En toen tipte mij iemand Stichting Jarige Job. Daar is Robert Leijters van. Deze kinderen kunnen dus niet op schoolreisje. Zitten niet op een sportvereniging en vieren dus ook hun verjaardag niet. En op de dag van hun verjaardag melden ze zich soms zelf ziek, omdat ze bijvoorbeeld niet kunnen trakteren. Na het officiële deel van de middag konden kinderen ook op de foto, als Bengeltje, met bananen in hun oren. De auteur was ook de hele middag in de boekhandel van Moordrecht aanwezig om de boeken te signeren. Aan het einde van de middag waren er veel boeken gesigneerd en over de toonbank gegaan.